Klagen bij de gemeente over losliggende tegels, zwerfvuil en hondenpoep en dat allemaal via je mobiele telefoon. De nieuwe applicatie voor de iPhone Buiten Beter moet dat mogelijk maken. Eigenlijk valt er heel weinig uit te leggen. Het is super snel en makkelijk. Je ziet iets op straat waar je aan je irriteert, ergert, wat onveilig is. Je maakt een foto, je kiest het type probleem of je doet een stukje vrije tekst. De locatie pakt hij automatisch, je doet op stuur en de melding is gedaan. Volgens wethouder Mary Viers zorgt deze manier van klachten indienen voor minder administratie en minder discussie. En het probleem wordt ook sneller opgelost. Nou, nu kan het dus meteen rechtstreeks in het systeem. Betekent ook dat we daardoor sneller de aannemer er naartoe kunnen sturen. En wat een groot voordeel is, omdat het via de satelliet gaat, hebben we meteen de exacte locatie. Want we krijgen wel eens telefoontjes van mensen en die zeggen, ja, er ligt zwerfafval bij de Bosdijk. Nou, als u weet hoe lang de Bosdijk is, is het soms echt zoeken naar het afval. En dat gaat nu in één keer, dus daardoor kunnen we het ook sneller oplossen. Hoeveel sneller ongeveer? Dat hangt van de melding af. Maar ik denk op het moment dat we de melding hebben, hebben we exacte plaats, dan kan de aannemer er meteen naartoe. Het indienen van een klacht en het afhandelen ervan wordt dus makkelijker. En als je voor 31 mei een bericht stuurt, kun je ook nog een iPad winnen. Het nieuwste speeltje van Apple. Maar welke klachten hebben mensen eigenlijk? Ik zou sowieso kapotte speeltoestellen. Ik heb kinderen en soms zie je dat. Nou, je hebt ook behoorlijk veel tijd. Dus dan zie je dat het stuk is. Maar ja, ik neem nooit de moeite om te melden. Fotootje schieten. Ik wandel elke middag hier door de stad. En ik word soms in twee kwartier, een half uur tijd, 3 keer aangehouden voor het NRC of AIDSfonds of weet ik wat. Nou, bijvoorbeeld een stoeptegel die los ligt of de inzameling van de afval die niet op tijd gebeurt. Ik vind Eindhoven er best wel goed uitzien zo. Wethouder Viers vond het zwerfafval bij het designhuis maar niets en stuurde er via de mobiel een berichtje met foto over. De Ergon was snel paraat en ruimde de rotzooi op. Of het altijd zo gaat, zal nog moeten blijken.